Het jaarlijkse NK tegelwippen is weer van start gegaan. Gemeenten in het hele land gaan de uitdaging aan om de meeste tuintegels te verwisselen voor groen. De wedstrijd is bedacht om wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. En dit jaar is extra speciaal, bijzonder in onze regio. Er is namelijk een onderlinge strijd tussen Enschede en Oldenzaal. Zometeen doen we een voorbeschouwing voor die strijd met beide gemeenten. Eerst even het geheugen opfrissen, want zo tover je je tuin om van tegeltuin naar geveltuin. Ja, want we zaten al een tijdje te puzzelen, hoe kunnen we meer groen maken bij ons in de straat? En vooral, hoe kan dit saaie stuk wat minder saai worden? En ook wel een beetje te zoeken van, oké, biodiversiteit moet gewoon omhoog. De vogels en de bijtjes worden steeds minder. Dus ik dacht, laat ik het goede voorbeeld geven en zelf beginnen. Komt een mannetje langs van de gemeente en die gaat kijken of het kan. Dus of je stoep breed genoeg is, of de buren er geen last van hebben, denk ik. En dan maak je een paar afspraken hoe het eruit gaat zien. En dan kun je aan de slag. Nou, ik had instructies gehad van het gemeentemannetje dat ik 1 tegel breed mocht ik bij deze stoep dan verwijderen. En hij gaf mij ook de tip om dan de tegels die je eruit haalt te gebruiken als randje. Dus dan moet je even graven en puzzelen dat het de gelijke hoogte is. En ja, het is vrij recht geworden, vind ik. Dus ik kan nu aan de slag. Dus ik heb alles gekocht en ik ben aan de slag gegaan. En ik hoop dus dat heel veel mensen volgen. Ja, en dat hopen de gemeente Oldenzaal en Enschede ook. In de studio is Jeroen Buitenweg. Hij is een beleidsmedewerker water en klimaat van gemeente Oldenzaal. En via Zoom hebben we Lies Rubing, communicatieadviseur klimaatadaptatie van gemeente Enschede. Dus beiden zijn aanwezig. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de strijd is aan. Goed dat jullie niet in dezezelfde ruimte zijn, Jeroen. Nou, eigenlijk wel jammer. Ja, had je nog even een stare-off willen doen met Lies? Ja, tuurlijk. We hebben hier plexiglas al prima gekund. Lies, hoe komen jullie zo om er zo'n onderlinge strijd van te maken? Ja, nou ja, dat maakt het natuurlijk een beetje spannender, hè? We willen natuurlijk zelf als gemeente en ook onze inwoners zoveel mogelijk stimuleren om aan de slag te gaan. En een beetje die competitiedrang aanjagen. En nou ja, hoe kun je dat nou beter doen dan een vijand vlakbij te vinden tegen wie je kunt strijden? En wat is de strijd dan precies, Lies? Ja, de strijd is om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. En je zei net tuintegels. Nou, dat hoeft niet per se. Dat mogen dus ook stoeptegels zijn of straattegels. Zolang het maar wordt vervangen door groen. En inwoners kunnen meedoen, bedrijven kunnen meedoen, maar de gemeente doet zelf natuurlijk ook gewoon mee. Mm-hmm. Jeroen, waarom gaat Oldenzaal winnen van Enschede? Waarom gaat Oldenzaal winnen? Nou, we gaan het in ieder geval heel erg ons best doen. En misschien hebben we een beetje geluk omdat wij een kleinere gemeente zijn, een kleinere stad. En dat gaat gelukkig in verhouding van het aantal inwoners. Oh, want ik dacht al, dat is juist een oneerlijk speelveld. Anders hadden we het nooit gewonnen natuurlijk. Dus wij hopen op de verhouding tegels per inwoner een kleine kans te maken. En ja, daar gaan we ons best voor maar doen. Maar wat maakt dan die kleine gemeente makkelijker? Ik weet niet of het makkelijker is, maar wij zijn bijvoorbeeld bezig met groene schoolpleinen. En we zijn met een paar schoolpleinen nu bezig om de tegels eruit te trekken en daar groen voor te plaatsen. Ja, en dan is voor één basisschool in Oldenzaal, zijn er meerdere basisscholen in Enschede aan de beurt. Ja, dat is wel zo, ja. Maar Lies, wij hebben toch ook, denk ik, meer tegels in Enschede dan dat ze dat in Oldenzaal hebben. Zou mijn inschatting zijn? Dat zou kunnen. Enschede is natuurlijk wel de groenste gemeente van Nederland. Dus nou ja, in die zin ben ik hoopvol dat eigenlijk heel veel tegels al verdwenen zijn voor groen. Maar ik weet zeker, want onlangs hebben we dat zelf als gemeente nog geïnventariseerd, dat er nog genoeg locaties onnodig verhard zijn, zoals we dat noemen. Dus daar kunnen nog heel wat tegels uit die vervangen kunnen worden door groen. Wat is jullie strategie dan, Lies, in Enschede om zoveel mogelijk wippers te werven? Nou ja, in ieder geval het breed uit te dragen. En mensen daar op te attenderen dat het eigenlijk, het maakt natuurlijk niet uit, om het zo maar te zeggen, hoeveel je wipt als je maar wipt. Dus het hoeft helemaal niet te betekenen dat je je hele terras weg moet halen of je hele tuin leeg moet halen. Elke tegel telt. En doe dat vooral en zet er een plantje voor terug. En registreer je tegel op de website nk-tegelwippen.nl. Want alles draagt er natuurlijk aan bij aan die totaalscore van de gemeente. Je moet er wel echt registreren dus. Wat zeg je? Je moet er wel echt registreren, anders telt hij niet mee.
Ja, klopt. Je moet het registreren op de website. Dus je moet je aantal tegels opgeven en daar ook een foto uploaden als bewijsmateriaal. En op die manier worden dus alle tegels in Nederland, want er zijn meer dan 40 gemeentes die meedoen, al die tegels worden geregistreerd en bij elkaar opgeteld, zodat we, zodat je echt een actuele ranking ook kan zien van welke gemeente de meeste gewipte tegels heeft. Jeroen, het is misschien toch goed om dat nog een beetje te duiden. We hebben het al wat genoemd, maar waarom doen we dit eigenlijk? Waarom doen we dit? Ja, we doen dit. De belangrijkste reden is eigenlijk de klimaatverandering. We zien gewoon dat het al verandert. Het KNMI waarschuwt, dit gaat nog wel even door. En dat betekent gewoon meer piekbuien als het regent. En dan af en toe lange momenten van droogte. En dat water moet een weg vinden. En vooral ook in de momenten van droogte wil je eigenlijk al dat er een waterbuffertje in je grond zit. Dat je dus niet vervolgens, als het maar even droog is, met drinkwater weer die hele tuin hoeft te gaan sproeien. Mm-hmm. Dus je wil je regenwater ook in je tuin eigenlijk de grond in krijgen. In ieder geval een beetje. En als het heel hard gaat, dan zorgt de gemeente wel dat er ruimte is in de stad, in de plantsoenen, om het te parkeren. Maar thuis helpt het gewoon om dat regenwater in de grond als waterbuffertje. En dan een beetje groen en vooral ook schaduw. Dus een boom is heel fijn om het allemaal wat aangenaam te houden de komende jaren. Zijn er ook regels aan verbonden? Want ik neem aan dat ik niet, als ik bijvoorbeeld aan een straat woon en een stoep die van de gemeente is, dat ik zomaar de stoep mag ombouwen, toch? Nee, liever niet. Nee, dat mag niet. Dat zat ook al een beetje in het introfilmpje. Bij je eigen grond mag je redelijk je gang gaan. Bij openbare grond, dus de grond van de gemeente, moet je het netjes vragen. Mm-hmm. En er zijn een aantal regels voor. Maar voor zowel Enschede, maar ook als Oldenzaal zijn er regeltjes om een geveltuin aan te vragen. Dan moet je even toestemming vragen. Dan is er heel veel mogelijk. Ja. Heb je nog tips? En misschien is dat een beetje, Lies van de gemeente Enschede kijkt nu natuurlijk mee, dus dat is misschien wat onhandig. Misschien moet dat nog cryptisch verpakken. Precies, even niet meekijken. Heb je tips voor speciale wiptechnieken, tegelwiptechnieken? Wat is de strategie? De tegelwiptechnieken, we doen alleen al mee om die naam. Hè? Ik bedoel, je merkt het de hele tijd, dit is echt een hilarische naam. De technieken zijn gewoon, maak van tevoren een mooi plannetje en haal ze eruit. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar wel met een plan. Niet zomaar gaan wippen. Niet zomaar gaan wippen. Dat is in het algemeen een heel slecht idee om zomaar random te gaan wippen. Ja, onveilig. Ik doe gewoon mee. Lies, hoe hangt de vlag erbij? Wat is de huidige stand? Weet je daar iets van? Want het is al eventjes begonnen. We zijn afgelopen dinsdag van start gegaan. Is het landelijk startschot gegeven door de demissionair minister. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet de laatste stand heb bekeken. Maar volgens mij hebben we de afgelopen dagen alleen nog maar op één gewipte tegel gestaan. En dat is de tegel die wethouder Jurgen van Hout dit meen je niet. Dinsdag heeft gewipt. Ja, dus Jurgen heeft als enige gewipt. Als je dus nu een half jaar de tijd voor. Als je nu op een plek in Enschede een tegel eruit wipt, dan verdubbel je de stand al meteen. Zeker, ja. Dus wat let iemand, zou je zeggen. Wat is het doel wat jou betreft? Hoeveel tegels moeten er in Enschede gewipt worden? Oh, duizenden, wat mij betreft. Ja, die arme zoveel tegels mogelijk. Het lijkt me, kijk, of we nou, het is hartstikke leuk om te strijden met Oldenzaal natuurlijk. Maar het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit of Oldenzaal al wint of Enschede. Sowieso is het al fantastisch dat we tegels vervangen door groen. Maar diep in mijn hart moet ik zeggen dat het me wel ontzettend leuk lijkt als een Twentse gemeente de prijs van de Gouden Tegel wint dit jaar. Dat we er stiekem samen met de prijs vandoor gaan. Ja. Dat zou toch, ja. Krijg je een soort van prisoners dilemma. Maar dat is een ander verhaal. Welke prijs krijgen ze eigenlijk, Jeroen? Als je nou als gemeente wint of als persoon, ja, dat is lijkt me wat lastig, want je hebt niet zoveel tegels. Nou ja, de zeker wel. Een gemeente gaat winnen en die wint, zoals gezegd, de Gouden Tegel. Maar er zijn zeker prijzen, ik geloof zelfs maandelijke prijzen, voor individuen. Oh. Dus als je als persoon zo'n geveltuintje aanlegt, dan geven ze elke maand ook een prijs weg voor het mooiste, leukste geveltuintje. Oké. Okay. Dus zeker meer doen. En wat zijn dat voor, wat moeten we aan denken om ons een beetje warm te maken? Wat zijn ik weet prijzen? Het eigenlijk niet. Is dat nog een verrassing? In ieder geval krijgt iemand de mooie titel van Wipper van de Maand. Het is toch. Ja, nou, dus wil je toch een keer Wipper van de Maand worden? Julian, misschien ook iets voor jou.
Ga wippen. Meld je aan nktegelwippen.nl is het, hè? nk-tegelwippen.nl. Kijk, Jeroen Buitenweg van gemeente Oldenzaal en Lies Rubbing van gemeente Enschede. Dank voor jullie bijdrage. En ik zou zeggen, may the odds be ever in your favor. Ja,